Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Het is tijd voor Ori and the Blind Forest. Het is een totale blinde game, dus moet ik het easy of laat ik het normal spelen? Ik wil het niet super makkelijk maken, maar het is vooral voor mij helemaal blind. Ik heb het nog nooit gespeeld, ik ken er nog helemaal niks van. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Ik heb van veel mensen gehoord dat het een vette game is. Het ziet er in ieder geval heel erg vet uit. Dus laten we hopen dat de gameplay ook vet is en dat het qua opname ook een beetje goed zit. Dat ziet in ieder geval qua preview ziet het er top uit, maar of het ook zo is als het straks helemaal gerenderd is, dat weet ik niet. Maar dat moeten we maar even afwachten. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan nu in een soort van een cutscene waar we iets zien. Ja, ik kan moeilijk zeggen wat het is, want ik heb geen idee. Daar heb je... Een soort behaarde shy guy. Hij lijkt een beetje op die dude van die ene Disney film. Big Hero 6. Ik weet even niet hoe die heet. Kan je rennen? Want dit gaat niet heel snel. Vooralsnog is het alleen springen. Nog geen rennen. Daar is nog niks van te bekennen. Dus laten we mooi maar heel even hier doorheen lopen. Ik denk dat het... Hey, well, yo, wat is het, een vos of zo? Naru raised my light. Cute. Nou, level 1 is uitgespeeld. Oké, dit zou zo'n Pokémon kunnen zijn. Well, yo, kijk, deze is tenminste snel. Hier hebben we wat aan. Okay. Yo! Oké. Kunnen we detachen? Kan ik ervoor zorgen? Even knopjes hoor. Ik heb geen idee wat de bedoeling is. Kan je hierop staan? Ah, je kan hier opstaan. Kijk! Het is verder geen uitleg. Dat is op zich niet heel erg, maar je komt er vanzelf achter. Het valt op, wow, er zit heel veel fruit in die bomen. Daar willen ze vast naartoe. Lol, dat is grappig. Ze maken een eigen brug. Cute. Ze hebben hun fruit. Ik denk dat ik die kant op moet. On that fateful night. When I met this guy in this. I call that one. Even stoppen in de cave. Het wordt steeds grauwer. Nee, er ligt nog één fruitje. Alles lijkt wel verwoest te zijn of uitgedroogd of... Oké.
kan toch op deze manier bij de fruit. Oh, ik moet lopen. Is hij dood? Nee, toch. Een beest. Hij is dood. Wauw. Dat is sad. Misschien komt het nog allemaal goed. Wie weet. And the last breath was drawn. Wacht, is hij nou ook al dood? Geresurrect. Oh jee. Yeah. Volgens mij begint het nou echt. Ja, kijk. Dan kunnen we tenminste een beetje snelheid opbouwen. Oh. Wacht. Jump ha. Oh, ik wil zeggen. Dat kan dus niet. Oké. Oeh, dat kon niet. Oké, duidelijk. Oh, je hebt 3 levens. You found a small spirit light container. Spirit light has been added to your balkje. Find more spirit light containers to quickly gain ability points. Oké. Wacht. Ah, got it. Daarboven is iets. Oh, je mag niet in het water. Ja, maar dat wist ik niet. Dat heeft niemand mij verteld. Oh, nu moet ik die spirit point opnieuw pakken.
Waarom is die jump zo lastig? Ja, dat is het. Oké. Oeh, uitkijken. Daarboven is ook iets, maar daar kan ik niet bij. Oké. Wat is dit? Oh, life shard. Oké, I got it. Wat is dit? You found an energy cell. You can now collect and use more energy. Remember that you can use energy to create a soul link and save your game. Ah, oké. Grappig, grappig. Oh, dat kan die dood? Ik wil weten hoe ik niet kan killen. Oh, kan ik niet killen? Ik wil nog een keer proberen. Ik wil kijken of ik kan killen. Ah, dacht ik al. Ik doe het gewoon langs. Ah, nice. Oké. Heb iets gevonden. My strength is returning. I am seen. The light and the eyes of the spirit tree. I was lost in this glen when she loosened her grip. I can guide you on your journey if you allow me to come. Now let's do it well. But be still. Can you hear that? They must have followed you here. Oh yeah. Beesten. Ik hou niet van beesten. Oh. Moet ik hem ontwijken of kan ik die ook killen? Dat is een beetje vraag. Oh, ik moet hem op een of andere manier killen. Ik kan niet maar vertellen hoe. Oh. Oeh, interessant. Interessant. Oké. Okay. Oké. Daar is de spirit tree. En hier ben ik nu. Find the spirit tree, oké. Press D to find the map. Ik denk zo dat ik hier naar beneden kan. Dus zal je hier wel zo naar boven moeten. Ik vraag me af of je die paarse stekels kan. Kijk. Vraag me af of je die paarse stekels die we wel eens tegenkwamen, zeg maar. Wacht, ik heb nu zo'n speerlink. Ik kan nu 7. Hoe doe ik dat ook weer? Ah. Ja, zie je, die paarse dingen kan je kapot maken. Dat is wel interessant. Wat is dit ook weer? Oh, voor een leven. Kut, kut. Oh. Find an energy shard and she has restored the power of Orange energy shells. Oké. Okay. Daar kan ik nog niet echt bij. Dit is interessant. Oh, dat is een spring plank. Wat is dit? Spirit wells are ancient structures that were used to quickly traverse all of Nibel. The light of the spirit wells will also replenish your strength whenever you are weary. Oké. En ik kan nu ook eventueel warpen. Niet dat dat nu nodig is, maar het is wel interessant. Daarboven is ook iets, maar daar kan ik denk ik niet komen. Nee. Op dit moment nog niet, maar misschien komen we daar nog wel.
zie wel zo'n shard die moet pakken. You gained ability point. Oh, interessant. Find the keystone. Keystone are used to open spirit gates. Remember that each spirit gate will require a different number of keystones. Okay. Kijk, nog een keystone. Oh, wou fuck zeggen, maar dat was niet nodig. Even kijken. Dit is een spirit gate. The required keystones must be nearby. To reach the spirit tree, we must pass the spirit caverns that lie beyond this gate. Oké. Nou, ik heb twee keystones, dus dan kan die open doen. Ja. Hot vlot. Dat kunnen wij gewoon. Oeh. We moeten naar de Spirit Cavern, zei ik. Dat is niet normaal. Au. Dat is even normaal. Oké. Ik ga eerst hier even naartoe. Oh, we moeten twee nieuwe Spirit Keystones hebben. Oké. Of nieuwe Keystones hebben we. Hier misschien wat van die spirit keystones. Weet je wat ik altijd lastig vind? Oh, als games je zoveel mogelijkheden geven aan kant om naartoe te gaan. Hamster gaat ook weer herrie maken, dat is altijd een feest. Even kijken, kan ik die sprong wagen? Ja, zeker. Oké. Oh, dit zal die boom wel zijn, of niet? The light of the spear tree lives in all of us. He is the reason we are alive. He is the reason we grew. When he called out to find you, many years passed, we were attacked, wounded, and killed by our foe. Now these ancestral trees are all that's left behind. Come closer now and feel the light of Phil, the spirit inside. Okay. You have learned wall jump. Nice. To use this ability, push D, okay, toward a wall and then press A. Okay, duidelijk. Okay. Even opslaan. Zo. What did zegt op A? An energy cell. You can now collect and use more energy. Remember that you can use energy to create soul link and save your game. Dat soul link gebeuren, dat kan, snap ik nog niet helemaal. Er is hier boven iets, zie je dat? Ik weet alleen niet hoe ik daar kom. Ik wou te snel.
krijg bijna het Mario-virus dat ik te snel wil. Deze beest vind ik echt kut. Oké. Nou, hierboven zal wel iets zijn. Oeh. Ik kom ook hier naar boven. Dat is wel een dingetje. Oh. Wauw. Moeilijk. Oh, en deze moet. Wauw. Kijk, ik heb eens een kiest. Au. Au. Kutzooi. Ik hoop dat je meer levens krijgt. Ik merk alweer dat ik te veel wil rushen. En ik snap de Soul Link gebeuren nog niet echt. Nou. Oké. Die had ik net gepakt, die zal ik even pakken. Is Soul Link echt alleen maar voor het saven van de game, zeg maar? Ik weet niet hoe dat precies werkt. Ik vraag het ook in het wilde weg, niet dat er iemand op dit moment kan antwoorden, maar dat is bijzaak. Keystone. Ah, dat is voor de wall jump. Interessant. Mapstone fragment. Return this to the mapstone and unlock a new map of area in the map. Oké, interessant. Laten we de volgende aflevering doorgaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.